De regering en de leiding van het parlement hebben vandaag hun verontschuldigingen aangeboden voor de mishandeling van Jason Pinas op dinsdag 14 december. De verontschuldigingen zijn ook gemaakt aan het adres van de Surinaamse Vereniging van Journalisten en de totale gemeenschap. Parlementsvoorzitter Marinus B. haalde aan dat hij verrast was op het moment, waardoor hij niet de juiste woorden had, wat resulteerde in het abrupt afhameren van de vergadering. Onder geen enkele omstandigheid mag binnen een samenleving, geciviliseerde samenleving, dergelijk handelen acceptabel of aanvaardbaar worden gesteld. Nog mag dit handelen ongestraft blijven. Ik roep vanuit deze plaats de regering op om niet alleen publiekelijk, maar ook persoonlijk haar excuses aan te bieden aan de slachtoffer in kwestie en de gehele Surinaamse samenleving. Ik heb er alle vertrouwen in dat de regering zich direct, nog indirect zal mengen in het justitieel onderzoek, waardoor dit dan ook een objectief verloop zal hebben. Ik neem aan u allen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over mijn standpunt in deze kwestie. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat binnen het onderzoek alle informatie opgevraagd moet worden en dat een ieder in de kwestie moet worden gehoord. Het staatshoofd ziet graag dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld en dat de samenleving zo snel als mogelijk kan worden geïnformeerd over het gebeuren. Meneer voorzitter, we hebben ons als regering ook laten informeren, omstandig ook. En natuurlijk is het belangrijk om een goed onderzoek te verrichten. Maar daarnaast is het ook goed om daar waar er opgetreden is en daardoor ook het gevoel in de samenleving ontstaan is van beperking van persvrijheid, nationaal en internationaal, wil ik nogmaals benadrukken namens de regering, meneer voorzitter, dat geenszins het beleid is van deze regering. En dat we voorstander zijn van persvrijheid, van vrije meningsuiting en naar de persoon van de journalist die in dit geval het slachtoffer geworden is, wil ik ook als president, maar ook namens de regering, mijn verontschuldiging aanbieden. Maar ook naar alle journalisten, naar de vereniging, nationaal en internationaal. We kijken uit naar het onderzoeksresultaat, meneer voorzitter. Maar het is ook goed voor de beeldvorming, meneer voorzitter, om na te gaan wat er precies gebeurd is. En ik heb begrepen van de minister van Justitie en Politie dat alles vastgelegd is vanuit de beschikbare camera's. En als president doe ik ook een beroep op een ieder, een minister van Justitie en Politie, als het nodig is en als uw parlement dat vindt, meneer voorzitter, laten we die beelden ook vrijgeven. De president stelt dat met het vrijgeven van de beelden de samenleving kan weten wat er precies aan de hand is.